Okay, Stone ist doch eine ökologische Frage für dich. Das ist nicht das sein. Warum? Das ist nicht kolorig, das ist Sarah. Ja, ich kann nicht kolorig klein. Ich verdiel jezelf die Schule. Okay, aber warum pack ich kolorig? Als het is om de nieuwe reeks, want daar ja, nieuwe reeks, als het is groot. En zie je, hij gaat afval. Zie je, goeiemorgen. Goeiemorgen, mijn naam is Cornei Delvoort. Nou, wel, dat is eigenlijk Cornei, mijn fan is Delvoort. En hier is Tanja en zijn fan is Delvoort. En welkom naar een nieuwe video van Kruiskids. Oké, okay, dit wilt me overheerst, maar niet helemaal. Alright, zie, als het is om de nieuwe reeks. Vertel me wat jouw reeks. Ik wil eerst nog te weten. In die lunnen. Want hij, dit is oh ja, jullie wonen! Maar als een jullie wonen met Bijbel, met Bijbel is. Nog leven? Nee, dit is makkelijk. Dat is makkelijk. Als een daar leert, als jij met leert, het gaan allemaal leren. Oké. Dus vandaag zie je die is. Een leeftijd kan je zijn kolen veranderen. Is dat leeftijd kan niet? Wel, hier die kolen is baaners. Dus ja, maar ik kan niet kolen kruinen, ik kan niet sterretjes kruinen. Nee, so, die leeftijd kan niet zijn sterretjes veranderen. Nee, ons gaan kolen. Oké. Wat betekent dat een leeftijd kan niet zijn kolen veranderen? Hij kan niet. Kan hij zijn kolen afval? Als hij dat beacht ook? Dit gaat nog steeds door wie is. Het gaat niet bij lichter wie is. En je gaat niet meer leven. Nee, als alsjeblieft niet. Oké, een leeftijd kan niet veranderen wie hij is. Hij is wie hij is. Oké. Mensen kan je niet veranderen zonder mij. Baie keer mensen te zien, mensen op maat maken baie keer dezelfde fouten. Verstaan je? Dat is maar hoe het is. Oké. Maar nou, dit gaat eigenlijk verder. So, in de Bijbel, nou, hou jij met die vast. In de Bijbel is er eigenlijk een vers dat trouwt van die leid dat kan niet zijn spullen veranderen. Er staat in Jeremia. Jeremia 13, vers 23. Daar is hij. Dit sê, kan hij niet zijn vel veranderen? Dat is een van de mensen in de Bijbel, dat kan hij niet. Nee? Wow. Hij vraagt, kan hij zijn vel veranderen? Nee. Dat is zijn vel, hij moet nog blij dus dat hij gekregen heeft. Nee? Ze dan vraagt, of kan een leipaard zijn vlekken veranderen? Dat is niet. Oké. Hier is het probleem. Oké. Wat is het probleem? Yes, vertel mij. Dit is nogals een aardig probleem. Romeinen 3 vers 23 sê die volgende. Natuurlijk. Als ik zie allemaal, wie is allemaal? Jij, jullie, die mensen, die personen, die persoon. Je is niet zo baie mensen, maar oké, dat is allemaal. Dat is niet baie, nee. Dit is allemaal, oké. Dit is allemaal. Dus als ons hier allemaal, dan is het allemaal. Dan is het allemaal. Jullie wereld. Oké? Okay? Jullie wereld. Nee. Oké, goed. So, allemaal heeft gezondag en het niet deel aan de heerlijkheid van God, nee. Want dit klinkt niet goed, nee. Dit is het probleem. Dit is een groot probleem. Dit is het probleem. Dit betekent die leeftijd, nee. Ons is vol zonde. Dit is bad news. Betekent hier die sterke zonde? In spullen. Okay. Ja, maar okay. Ja. Dit is het probleem. Yes. Weet je wat nou? De Heer weet alles. So, hij heeft geweten dat kon. So, hij heeft alles raar gemaakt in een plek gezet. En hij heeft een plan gedink. Kan je dat als een plan? Kom, ons doen die vers altijd. Wat is het plan? Johannes 3 vers 16. Wat is die? Maar blij jou nee, en die? Nee, dit is Johannes 3 vers 16. Ah, Jezus. Is dit aarde toegekonden naar nie? Kruis gesterf. Dankie, goed. Zodat elke keer in hom geloof nie verloren sal gaan nie. Voor die eeuwige lewe sal nie. Maar die eeuwige lewe sal nie. Allee. Soos alles kan verander. Nee. Correctie. Al hoe ons verander kan word, is dier om vir Jezus te vragen in ons. Hart te kom. Ja, als een donderna in ons hart te kom blij. Yes. Dus toen is dan hier dat op. Yes. Het jou je hart voor de Heere gegeven? Ja. Jullie al jullie hart voor de Heere gegeven. Daar achter, die camera achter. Denk je dat gaan antwoord? Ik denk zo ja. Ook dat is ja, nou. Ja. Oké, goed. So, niet die Heere kan ontstaan, niet Jezus kan ontstaan. So, als ik een nieuwe mens wil worden, en ik wil van die oude slechte lelijke kolen ontslaan raak, ja. Wat een lamslaar. Sorry.
Soek van hulle ontslaar op, na. Wat moet doen ek moet? Hulle afval. Nee, hoe kan ek verander? Jesus. Aha. Hi. Ja. Wat voor instaar hier? Wacht eens, los het, Oké. Ze, niet Jesus kan ek verander, ne? Ja. Alle als dan uitpoelen kan ontslaar op. Is ons hart te Jesus te geest. Is dit nie 100%. Oké, okay, so nou gelaas eerst. Dat is nog een vers. Dat is een vers, ne? Gelaas eerst 2 vers 20. Is 2 vers 20. So, gelaas eerst 2 vers 20. Vers 20. Goed. En nou is het nie meer ek wat lewe nie. Maar Christus, dus Jesus, wat in my lewe, die lewe, wat ek nou nog nie lewe, leef ek in geloof in die Seun van God. So, as Jesus in my hart inkom, ja. Dan sit nie met die ou leidtijd, met die ou lelijke kwale nie. Ja. Ek is niet. Is ons niet. Heeltemal niet. Nieuwe begin, nieuwe alles. Dat ek kan afval. Yeah. Ja. So, is niet. So. Stond dan nu aan een trapje op om. En dan trap je op om. Hij zit dan vast op je schoenen. Oh, dat is oké, dat is onder je schoenen kan zien. Okay. Yeah! So, nieuwe mensen, nou, niet die Jesus. Dus al onze kolen kan veranderen, die Jesus. Die is dan. Ja! Dat is nog een vers. Zeg maar, dat is een vers. Nog een vers. 2 Korintiërs 5. Vers 17. Vers 17. Wat zei dat van ons? Ek gaan lees. O, oké. Dis een oude kinder. So, iemand wat aan Jesus behoort, is een nieuwe mens. Dis wat die Bijbel sê. Dis ons ook nie. Dis precies hoe die idee om te sê, alle die jou van die kolle kan ontslaan raak, is die Jesus. So, alle ons in die oude kolle kan ontslaan raak, is om aan Jesus te behoort. Want as ek aan Jesus behoort, is ek een nieuwe mens. Nieuwe mens. Nieuwe mens, tada! Woe! Ik wou zo, ik denk een explosion. Ja, ja. Ons is niet raarig voor Kobus, ne? Kobus, ons mis die Kobus. Ja, dat is wat... Daar is ik kon daar staan, ja. Ja, ons mis ons. Ja. Oké, maar in elk geval, terwijl ons op jullie kolos historie is, daar is nog één vers tussen het lees. Wat is dit? Jij het al het boek. Ek moet jij het boek. Wow, je moet een beetje... Ek dat is dat, dank je. Efesiërs 2 vers 10 sê die volgende op die Bijbel. Jy kan begin. Asseblief. So, ons stem saam, ons kan nie die Jesus nieuwe mense wees. Nou, die leidtijd met al sy oude kolle kan nie verander nie, nie Jesus kan ons verander. Ja. Okay, so, Efesiërs 2 vers 10 sê die volgende. Net God wat ons gemaakt het as nou is, in Christus Jesus het ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor ons bestem het. Okay. So, ons wil nie die ou leidwerk met die ou grootkorde wees nie. Ons wil nie wees en oulik wees. En ons nie kan wy. So, hier is die ding. Het jy jou hart vir die Here gegeen? Ja! Okay. Hoe gaan ek het weet, Kornijn? Hoe weet ek het my hart vir die Here gegeen? Kom, denk. Nee, ek weet nie. Vertel my ma. Jy moet het waar is dit wat jy doen en sê. Daai ene. As jy een nieuwe mens is, dan gaan jy goed anders doen en sê. Verstaan jy? Yes, ja. So, onthou nou. Ek moet kan wijs ek sy nieuwe leidwerk met nieuwe verskolle, want Jesus is my hart, en ek moet doen dit om die rechte dinge te doen en te sê. Met Bijbel lees. Bijbel lees. As jy nog een Bijbel kan lees, jy maal nie op haar kan. Bijbel lees. Babbelang. En met dit moet ek met die Here gesels. Ek moet met hom gesels. Elke dag gedurig weer. Dis belangrik, né? Ja. En dan ek moet konfess, ek moet die regte goeie ding doen wat ek leer in die Bybel. Sien jy son? Ons leer in die Bybel van die vrug van die Gees, die wat in rusting. Hoe mooi mense moet hanteer. Al goed, né? Ja. Dis dan. Voel jy nou soos 'n nuwe leier met nuwe kolle? Ja, ek het geen meer sterre nie, nou het ek kolle. Okay, so al die ons kolle kan verander is Jesus! Ja, net hy kan ons verander, nou. Okay. Nou gaan ek gaan kolle gaan haal. Want hierdie werk is so goed uit nie. Kom met my ma, ons gaan op haar avontuur. Fantastisch.